Dag, goedemorgen. Weer een nieuwe vlog uit de Cody Live. Vandaag bij het Wintersweek. Het regent zoals je ziet. Maar ja, we moeten toch wat, of niet? Ja, we zetten een tent overheen. En dan denk dat we wel wat kunnen doen. Nou, dit is de huidige situatie. Daar gaat hij omhoog, daar naar beneden. Daar zit een UV en daar zit de pomp. En dat werkt natuurlijk niet. Bij het minst of geringste zit de lucht in, dus dat gaan we aanpassen. Onderin komt een nieuwe doorvoer. De pomp komt normaal te hangen. Enige is eventjes de retourleiding. Daar zit geen kraan op, die 63. Die staat wat onder waterdruk. Maar ik heb zo'n disse. Andere kraan bij mijn 63. Dus hebben we die gewoon met rubber er eerst tussen. Want daar bleef water komen als je nou de pomp eraf haalt. Dus we gaan maar wat doen. Het is weer een heel breed putje. Je ziet, is nou de kamer leeg. Buiten de muisjes van de filterput hebben we hier niet zo gek veel. We boren straks daar in die band een nieuwe doorvoer. Eerst deze hier afzagen. Dat is nog onder waterdruk, want er zit geen kraan op. Is mooi aangesloten. Maar je kan nagaan dat je water kun je nooit door met de pomp aanzuigen door de UV. En daar overlangs, dat is natuurlijk allemaal lucht. Wat niet werkt. Maar daar staat water op. Dus als we die doorzagen. Dus we gaan nou eerst eventjes zagen en rubber erop maken. Het tentje er toch maar over ingezet. Want het regent toch wel behoorlijk. Aanvoer is eraf. Pomp is ertussen. Daar staat de pomp. Dat is de UV. Hoe ze dat ook hebben kunnen bedenken. Water door de UV te trekken. Maar goed. Je kunt nagaan als je waterniveau laat zakken. Dat je altijd de luchtbel houdt. Nou, dat is eraf. We moeten hier alleen een facetje omzetten, want met de koogkraan ertussen dan kun je dit niet meer gebruiken. Dus ik moet daar even een facetje maken en dan kom ik wat verder weg. En dan kan de pomp er weer tussen. Nou, dan hebben we dat uitgemeten. Netjes daar aan de voorkant ook nog een kraan. Daar zit een kraan, zodat je nooit meer met een dop hoeft te werken. Het is jammer dat die niet helemaal recht zit, maar ja, dat is bestaand, hè. Nieuw doorvoertje erin. Dan kan zo weer draaien. Zo, nou de doorvoer zit er ook in. Die bocht is nog niet verleemd, want ik doe eerst een buisje erin. De buitenkant hebben, zit wel kit aan, de binnenkant rubbering. En met dit materiaal is het mooi, want het is handvast, waterdicht. Het gaat om dat rubberingetje, dat die niet uitpeult. Die zorgt voor dat waterdicht. Dus rubber zit aan de binnenkant. Nou, aan de buitenkant voor het werken van het materiaal, een beetje kit. Zo, dit is ertussen, lijmen en dan is het klaar. Zit het ertussen. Makkelijk vorm een kraan aan de voorkant. Dan kan je het filter gewoon allemaal dichtzetten. Achterkant van de pomp, mocht er wat met de pomp wat zijn, kan de pomp ertussenuit. Want daar zit een schroef, een rubberkoppeling. Op de pomp zit een rubberkoppeling, zit een schroefkoppeling voor. Is helemaal demontabel. Alles is af te sleutelen. Netjes laag in het systeem een doorvoertje. Want die pompen zijn niet zelf aan zuigen. De pomp ligt ook water, lager als waterniveau. Daarvoor hing die hoog. Dus kans op lucht is nu weg. Eens wat ik doe is even dit nog even afdoppen naar de buitenkant. En dan is het helemaal klaar. Zo, goedemorgen. Het is vandaag 10 januari. We zijn hier bij de Veve. Die krijgt een remake over, hoe je het ook maar zegt. Een makeover. Wat gaan we hier doen? Hier, als de camera draait. Hier tussen. Een vaste bloembak maken. Een waterval biobak. Weer een bloembak. Dan krijgt de hele Veve wat voorzien van die steenstripsplaten. Komt een mooie boeddha bovenop. Zodat je het bioloog gaat vergroten. Maar ook voor de vis. Zo, dus wat gaan we nou doen? Als je nou zo de Veve ziet, daarachter komt er straks een watervalbak. Mooie boeddha er bovenin. Twee vaste delen, hè, daarachter. Nou ja, je kunt natuurlijk op verschillende manieren in je bioloog vergroten. Maar je kunt dus ook het mooie combineren met het nuttige. Dus dat gaan we doen. Nou, de Veve heeft inderdaad wel een, kan wel een aanpak gebruiken. We gaan het twee keer doen. We gaan nu eerst het ruwwerk doen. En dan later het mooie werk. Dan is het in één keer af.
Die bak wordt 30 centimeter boven de vijver, komt hij daaruit. Dus ja, dat krijg je een heel ander aangezicht natuurlijk. Mooi zo'n boeddha er bovenin in het water wat er zweeft. Dus, maar we moeten nu eerst minder mooi werk doen. Blokken slepen weer. Ik heb hier een laag grind wat weg moet. En dan kunnen we beginnen. Dus laten we dat maar gaan doen. Ja. Hey daar samen, ik werk. Hoor jullie dat? Er is één opperhoofd en je hebt werkvalk. En ik ben het opperhoofd. Kijk, begin is de grind is eruit. Er ligt hier alweer een buis onder. Dat wordt de aan- en afvoer. Die zit er al in. Dus nou, de bandjes worden gelegd. En dan kunnen we met de blokjes beginnen te slepen. Oh, we zijn een heel stuk verder. En ja, er begint al wat te verschijnen. Zoals je ziet in de achtergrond. Even draaien. Nou, daar in het midden. Daar komt dan straks een RVS plaat in. Die gaat dan weer terugvallen. Dit is een lage bloembak. Dan hebben we dat. Dat wordt netjes daar binnenin opgevuld helemaal. Daar, dat stuk wat je ziet, daar komt dan een boeddha te staan. Die zweeft in het water. Nou, filtermedium kan er dan in. Twee keer over plantenbakken langs de zijkant. En nu zijn we bezig met de leiding naar binnen te boren. Dus hier zie je ook nog weer een bak. Daar zijn we nu bezig met de leiding. Dus even een paar productieve uurtjes gemaakt. En nu het laatste. Dan is het voor vandaag zit het erop. Morgen gaan we verder folie erin maken. Hij gaat vandaag zand fixen. Zodat hier onder in de plantenbakken zand komt. Hier zit hij al mooi de glooiing op afschot. Naar het drentje wat erin zit. Een schuin wandje komt er onderin met het drentje. Dat andere blok, dat wordt straks de ondersteuning voor de boeddha. Die dus zwevend in de waterval staat. Nou, je kunt dus nagaan op het moment dat het straks die mooie panelen eraan zit, dat mooi is. Het enige is, wat je wel zelf moet doen voor het heet, is dit. Dit is allemaal ja, stukwerk wat kapot is. Dat moet eraf. Dus dat moet je erin afhalen. Nou, we kunnen dat eraf zetten als het een beetje droog weer is, dat het goed droog is. Als het er nou op doet en het leemt, dat gaat natuurlijk niet goed. Zo, nou, zand, folie. Je kunt al heel mooi zien de etage waar de boeddha op komt te staan. En weer zand. Dus we gaan lassen. En als dat erin zit, dan moeten we alles laten drogen. Want dit is wat de voorkant, hoe dat eruit ziet. Dan kun je natuurlijk nog niks op plakken. Dus we moeten even goed aantrekken. Hij wil ook nieuwe platen op het dak hierop hebben. Dus hier maken we zo'n soort polycarbonaatplaten dan op. Dit gaat ook weg. Het is loeizwaar. Helemaal verrot. Dus wat wel wat. Zo, dan heb ik bacterietjes opgehaald uit de bus. Dat water, dat is een beetje. Het is wel helder, maar het is ook niet helemaal lekker helder. Hij heeft een heel hoge visbezetting in zijn vijver. En je kunt gewoon zien dat het bioloog zwaar heeft. Zo nou ook naar de winterperiode of in de wintertemperatuur. Dus we gaan er even 3 liter bacterie bij op doen. Zodat het een beetje verder op gang komt. Het water, ik weet niet of je het zo kunt zien. Daaronder, het is een beetje mistig. Het is wel helder, maar het is een beetje lobbelig. Dus er zit wat bacterie erin. We doen natuurlijk niet alleen het water op de vis, omdat we nou bezig zijn geweest in de winterperiode. Koud, wat lagere weerstand. Dus we gaan wat vitamine toevoegen. Dus tijdens zo'n verbouwing, als je bezig bent, is dat voor de vis altijd wel beter. Dus ook een klein beetje vitamintjes voor de visjes. En dan, maar die kan hij gewoon in zijn filter doen. Er zitten parels bij in dat rustig aan oplost. En dan doet hij dat mooi in de filter. De ananasvitamine, dus helemaal goed. Nu hebben we de bak in de hoofdzaak, zit hij er helemaal in. Draaien. Dus nu gaan we de rosetjes op de hoekjes maken. En dan zit ook nog wel even werk in. Al de hoekjes, de hoekstukjes erop. Kijk, zoals dit zijn hoekstukjes. Die maken we eroverheen, in de hoek. Dus een rondje, kijk, we aanzetten zo'n hoek.
En die vullen we er dan netjes mooi op. Nou, dan is het helemaal, helemaal dicht. Oh, nou, dit is het resultaat. Hoekjes zitten erin. Naadjes nagelopen. Vloeibaar eroverheen. Putje op het allerdiepste punt. Dus dat loopt mooi af. Kun je dit ook mooi spoelen.